It's not easy, but you have to start somewhere. There are people that want to see you fall. Rol 2, scène 9, sleet 28B, take 1. Hey en welkom, ik ben Bob Lem. Ik ben de producent en de regisseur van Boxer. En ik ben Jovis Willemiesler, ik ben de cameraman en editor van Boxer. Ja, het idee is ontstaan toen ik een paar sportcommercials zag en het idee had dat we ook wel zoiets zouden kunnen maken met een echte bokser of een andere sporter die zijn levensverhaal kon vertellen. Ja, de film begint met een establishing shot van een boksschool en daar zijn wat leuke trucjes mee uitgehaald. Ja toch, Bob? Het is allemaal in de computer gemaakt. Het originele shot was overdag opgenomen en wilde het een beetje nacht laten lijken. Dus ik heb er in de VFX heb ik er dus een nachtshot van gemaakt. De lampjes en alles zijn toegevoegd. Ik heb er regen aan toegevoegd. De kleur is blauwer geworden en de algemene helderheid van het shot is ook naar beneden gebracht, waardoor het dus echt nacht lijkt. Ja, dit is dat de bokser in de kleedkamer zit. Hij zit er echt doorheen. Hij weet niet goed precies meer wat hij moet doen. Ja, dit is het shot wat wij het Space Odyssey shot noemen op de set, omdat het er gewoon zo clean uitzag en heel weinig kleuren. En in de grading is daar veel meer leven in gekomen. En je ziet gewoon dat hij er echt doorheen zit. De omgeving hebben we ook echt koud gemaakt en het is een beetje eenzaam eigenlijk. Dus ik denk dat dat goed naar voren is gekomen. Ik heb er juist voor gekozen om aan het begin heel rustig en heel statisch te draaien, eigenlijk met minimale bewegingen. En dan gewoon om te laten zien dat het aan het begin gewoon net niet helemaal lekker loopt bij hem. Tot een week voor de opnames waren er nog locaties aan het scouten en toen kwamen we iets heel verrassends tegen. Dat was namelijk een poster van Muhammad Ali. En heel toevallig hoorden we op dat moment de dag dat we gingen scouten dat Muhammad Ali was overleden. Dus dat maakte het wel heel bijzonder, dus daarom wilden wij die poster sowieso in de film verwerken. Want hier kijk je me echt in het gezicht en hier heb je ook die warme gloed. En dan is dit voor de afbeelding. Is dat net iets? Ik wil nog één keer mijn pick-up doen. Maar dat is die verrassing. Ja? Actie. Hier zien we de bokser er echt alles aan doen om zijn doel maar te bereiken. Maar hij heeft zoveel tegenslagen dat het gewoon niet lukt. En dat is best wel zielig en triest om te zien. En af en toe gaat er helaas wel iets mis. Hier zien we echt het overgangsshot. Hij bedenkt van, oké, dit wil ik echt met mijn leven gaan doen. Ik wil de wedstrijd gaan winnen. Het is een van de belangrijkste wedstrijden van mijn leven. En hij kijkt zichzelf aan in de spiegel en hij denkt van, dit ga ik doen. Camera technisch verandert er ook heel veel naar het overgangsshot, want alles wordt steeds dynamischer. Volgens mij waren het iets van 4 of 5 mensen die in dit shot zaten. Want er zouden oorspronkelijk 20 mensen komen, maar uiteindelijk is er bijna niemand gekomen. Ja, gelukkig had Jevoes wel de juiste lenskeuze gebruikt. Hij had een 50mm lens voor gebruikt, dus daardoor leek het alsof er gewoon veel meer mensen in de ruimte aanwezig waren. Oké, springen met z'n allen. Springen. Take 1. Ik gaf net al aan dat het steeds dynamischer wordt, dus steeds meer bewegingen. En dat probeer ik ook steeds meer toe te passen in de shots. Zo ook mijn favoriete shot ook helemaal om me heen lopen. Ik heb het bewust in het held gedraaid om echt dat ruwe gevoel door te kunnen drukken. Dit shot moest heel vaak over. Ja, hebben we nog één keer? Ja, het was het allemaal net niet. Gelukkig hadden we een beetje water bij ons om het goed op te kunnen lossen. Sleet 16, take 1. Ja, en actie.
was natuurlijk een onmogelijke droom om als eindresultaat op het grote witte doek te zien, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Jij hebt namelijk een filmproject gemaakt, een soort CV zeg maar, die heb je gemaakt op het Grafisch Museum. En die wilde jij graag vertonen in de bioscoop. En ik zal je eerlijk zeggen, ik zat hier in de zaal en hij stond aan en toen dacht ik, oh, nou, volgens mij hebben ze de verkeerde trailer onder gezet. Het is wel een trailer van de Amerikaanse film, dacht ik. Totdat ik het woord Rotterdam zag, dacht ik, huh? 18 jaar en zoiets maken. Nou, daar heb ik heel veel respect voor en ik denk dat we allemaal kunnen horen in de over straks. Ik zie jou nog heel ver komen. Misschien te werken. Ik ben heel blij dat deze productie zo tot stand is gekomen. Iedereen heeft echt zich ervoor ingezet voor heel het project. En het is uiteindelijk een heel mooi eindresultaat geworden. En ik denk er nog vaak aan terug aan alle mooie draaidagen en de pre-productie. En ook de nabewerking van Boxer. Ja, het geeft gewoon een heel goed gevoel als ik er zo op terugkijk. En ik bedank echt iedereen ervoor die zijn of haar inzet heeft getoond. En dat is van de mensen die de meest kleine dingen hebben gedaan, zoals een lens uitlenen, tot aan heel de crew die gewoon keihard heeft gewerkt. En natuurlijk ook Trianon in Leiden die de Boxer film heeft vertoond. Dus dank daarvoor allen. Just take the first step. Film toen niet gewoon goed deed, want dit is gewoon een typisch gezicht. Ja, het is gewoon typisch. Tweedejaars student die nog lees is.